Dit is Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. En volgend jaar, dat weet u misschien beste kijkers, zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. En Judith, volgens mij wordt migratie, waar jij een deskundige in bent, wordt een van de grote issues bij die verkiezingen. Ik hoop eigenlijk van niet. Want het moet ook gaan over wat Nederlandse burgers echt raakt. En eerlijk gezegd komen er helemaal niet zoveel vluchtelingen naar Nederland. Migratie is een heel groot punt, vooral in Zuid-Europa. En het feit dat we niet eerlijk met elkaar omgaan in Europa. Dat Italië moet bedelen dat wij vluchtelingen die bij hen met bootjes aankomen overnemen. Dat is een groot punt. Dat maar Griekenland, dat het voorzitter, die eilanden voorzitten met vluchtelingen. Zeker. Trouwens, met veel Nederlanders die daar vrijwilligerswerk gaan doen. Zeker. Ja, in plaats van op vakantie gaan. Dat is trouwens ook heel erg triest dat de toeristenindustrie in Griekenland op die eilanden natuurlijk niet zo goed gaat. Dus migratie en opvang van vluchtelingen is een heel groot punt. Maar het is een groot punt omdat we het maken. We zijn met 500 miljoen Europeanen. De laatste anderhalf jaar is het aantal vluchtelingen wat in Zuid-Europa aan land komt enorm veel lager geworden. Ze komen nu in Spanje aan land, hè? Ja, dat is natuurlijk het standaard waterbeddeneffect. Als de Libische kustwacht betaald door Europa veel strenger patrouilleert, dan ga je niet meer van Libië naar Italië oversteken. En dan probeer je het van Marokko of van Algerije naar Spanje. Maar deze week of vorige week was er een voorstel van een gemeenteraadslid van GroenLinks hier in Amsterdam. En die zei, laten we één zo'n vluchtelingenboot maar naar Amsterdam halen. En de reacties hier waren ter rechterzijde niet mals op dat voorstel. Nee, maar ik ben het wel met haar eens. Nou vind ik het onzin dat je zo'n boot helemaal naar de Amsterdamse haven zou laten varen. Ik kan ook naar Rotterdam zou je kunnen zeggen. Zo bedoel ik het niet. Maar de Italiaanse of de Spaanse kust is de Europese grens. En het is heel terecht dat die regeringen zeggen, wacht eens even, deze mensen zijn onderweg naar Europa, iedereen moet zijn deel nemen. En het is al een jaar of 8 geleden dat premier Rutte, toen al premier, zei, het is gewoon vette pech voor Italië dat het geografisch ligt waar het ligt. Maar dat is niet zo. En dat is geen serieuze verantwoordelijke politiek. Dus dat je zegt, die mensen moeten eerlijk over Europa verspreid worden. 500 miljoen Europeanen, daar kunnen best meer mensen bij. Want hoeveel mensen wonen er nu ondertussen in Amsterdam? We zitten over de 800.000 nu, toch? Ongeveer. We kunnen best vluchtelingen opnemen, dat doen we ook. Ik vond dat signaal uitstekend. We zitten hier in Amsterdam-Oost en er zijn al 3 of 4 locaties die we zo voor de geest kunnen halen waar vluchtelingen komen en waar ze al wonen. Nou, dat gebeurt best, maar je hoort toch wel steeds meer mensen klagen en zeggen, ja, maar ze nemen onze samenleving over en het, je hoort zelfs mensen, omvolking van de Europese bevolking, we worden overlopen, het is een invasie. En dat is het dus niet. Nee. Er zijn op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis uit Syrië, die via de Griekse eiland en de Balkanroute naar Duitsland kwamen, werd er gesproken over 1 miljoen en dat bleken er later minder te zijn. Die gingen naar Duitsland. Duitsland heeft 85 miljoen inwoners. Dat is best veel, 1 miljoen nieuwe mensen of 800.000 nieuwe mensen. Maar als we met z'n allen hadden opgevangen, dan had je het niet gemerkt. Dus wat het probleem is, is onverantwoord korte termijn politiek van Europese lidstaten die hun eigen burgers proberen te suggereren dat als je maar strakkere grenscontrole organiseert, dat dan het vluchtelingenprobleem weg is. Maar dat is niet zo. Mensen zijn arm in de wereld, mensen zitten in onveilige gebieden, wij wonen in een veilig continent. En wij doen het economisch best goed. Ja. Als je de ongelijkheid in de wereld niet bestrijdt, dan ga je dat met grenscontrole niet oplossen. Nee, en dat is natuurlijk ook nog een erfenis van 500 jaar wereldverovering door de Europeanen natuurlijk. Hè? Ja, het heeft niet zo, qua oplossing heeft het natuurlijk niet zoveel zin om het kolonialisme nog eens diep te bespreken. Maar je kunt wel nu kijken naar wat voor handelsrelaties hebben wij eigenlijk. Zijn die eerlijk? Wat voor investeringsrelaties hebben wij? Is het beleid wat we nu voeren om de economie in Afrika aan te zwengelen, werkt het eigenlijk? Ik vind het goed dat we het doen. Ja. Maar als een economie groeit, dan hebben er om te beginnen meer mensen de kans om te migreren. En dat zullen ze ook doen. Maar over een jaar of 15 of
over een jaar of 20 zal het wel effect hebben. Maar wat premiers zoeken is nu effect. Ja, en dat werkt niet. Dan leidt het... Dan... Tot de volgende verkiezingen, ja. Ja, maar het zijn dus loze beloftes. En dan komen die migranten vanuit West-Afrika... zijn het veelal geen politiek vluchtelingen... maar migranten op zoek naar beter leven. Beter leven, ja. Er komen migranten en vluchtelingen komen enorm in de knel. En dan krijg je dus boten die op de Middellandse Zee zwerven... of onlangs zelfs... een Italiaans vrachtschip wat zijn mensen weer aan de Libische kust heeft afgezet. En dan weet je dat die mensen rechtstreeks die detentiecentra weer ingaan... waar ze gemarteld worden, waar ze uitgehongerd worden... waar vrouwen verkracht worden, waar slavernij heerst. Ja, en nog een stap daarvoor. Er schijnen ook nog wel geregeld wat mensen die in Niger op de auto stappen... en uit de auto vallen, in de woestijn gewoon te blijven hangen. Dood te gaan. Ja, en dan ja, inderdaad, daar dood te gaan, dat schijnt... ook een vrij onbekend verschijnsel te zijn. Hè? Nou, ja, ik ken het. Ja, het is voor mij is geen onbekend. Weer, en wat je ziet is dat vroeger in Agadez, centrum van de mensensmokkel in Niger... daar verdienden tot voor kort heel veel jonge mannen hun werk als hun geld als passeur. En het waren goederen en mensen. En dat ging al honderden jaren zo. En ik wil niet zeggen dat dat een goed idee is, maar dat was hun broodwinning. Europa heeft Niger heel veel geld geboden om al die passeurs hun auto's af te nemen. Dus die zitten werkloos thuis. En daar zouden ze dan voor in de plaats boer kunnen worden. Maar Niger is een woestijn. Hè? Dus dat komt niet helemaal van de grond. Is een beetje een probleem. Is een beetje een onnozel idee. Dat mensen die snel cash in het handje krijgen door mensensmokkel boer worden in de woestijn. Maar nu verleggen die routes zich. En vroeger waren die routes gingen van water, van oase naar waterput naar oase. De standaardroute van de karavaan van zuid naar noord. Maar die oases, daar staat nu het leger en die worden gecontroleerd. Dus gaan die passeurs andere routes gebruiken. Die voorgaan niet meer langs die oases. Nou, dan kom je zonder water te zitten en dan... of zonder benzine, dan laat je die mensen achter in de woestijn. En dan gaan ze dood. Er gaan meer mensen dood in de woestijn, wordt er gezegd, dan op de Middellandse Zee. En er gaan nu meer mensen dood in de woestijn dan pakken bij 2 jaar geleden. Ja. Even terug naar het Europees Parlement en de vluchtelingen. Want u zit al jarenlang in het Europees Parlement namens GroenLinks. Ja. Maar eigenlijk, de hele politiek wordt beslist door de regeringsleider. Wat heeft het parlement daar nog voor invloed op? Wat heeft u daar überhaupt invloed op? Nou, wetgeving, Europees asielbeleid... Ja. En gewoon de harde wet over wat maakt dat je een vluchteling bent... hoe vangen we mensen op... die wordt gemaakt door en de lidstaten en het Europees Parlement. Dus ik onderhandel gewoon stukken wetgeving. Maar wat je merkt is dat er zo'n lamlendigheid bestaat tussen die regeringsleiders, dat elke keer als wij klaar zijn om met hen vernieuwing van een wet te onderhandelen, dat zij niet klaar zijn. En het grootste probleem is wat heet de Dublin-verordening. Die zegt, je vraagt asiel aan in het land waar je eerst voet aan wal zet of waar je voor het eerst je vingerafdruk afgeeft. Die is bedoeld om te verdelen en om landen verantwoordelijkheid te geven. Dus dat je niet kunt denken, nou, dit is mijn vluchteling niet. Of mijn asielzoeker niet. Die moet herzien worden, want hij is oneerlijk. Want Zuid-Europa heeft het grootste aantal vluchtelingen. Griekenland, Italië. Maar andere lidstaten, waaronder heel veel Oost-Europese landen... die weigeren om tot een intern overeenkomst tussen landen te komen... zodat ze met ons aan tafel kunnen gaan om te onderhandelen. Die willen überhaupt geen vluchtelingen. Dus het is niet zozeer dat ze beslissingen nemen en dat wij buitenspel staan. Het probleem is dat ze geen beslissingen nemen en daarmee alles stilleggen. Nou, het probleem is dat ze alles stilleggen, omdat ze geen vluchtelingen willen eigenlijk. Ja, omdat het wel prima is dat ze in Zuid-Europa de boontjes doppen. Ja, wat wel een beetje tegenstrijdig is, want al die Oost-Europese landen hebben te maken met een enorme bevolkingskrimp. Die zullen misschien ook wel werknemers nodig hebben. Ja, die krijgen ze als ze die nodig hebben uit voormalig Sovjet-Unie-landen. Oekraïners die in Polen werken, Wit-Russen ook wel, Georgiërs. Net zoals wij in Europa, onze arbeidsmigranten die in de kassen werken in het Westland, die komen meestal niet van buiten de Europese Unie. Die komen juist weer uit Centraal- en Oost-Europa. Ja. Roemeniërs, Bulgaren die bij ons in de kassen werken. Polen die bij ons in de kassen werken. Dus dat
ja, die voelen die noodzaak niet zo. En die zitten, het is... die landen in Centraal- en Oost-Europa, die zijn na twee wereldoorlogen in de 20e eeuw eigenlijk steeds mono-etnischer geworden. Waar wij in West-Europa steeds multicultureler zijn geworden, zijn die landen, hebben zich herverdeeld en zijn eigenlijk heel monocultureel en mono-etnisch en hebben een nog wat sterkere angst voor het vreemde. En sommige landen willen bijvoorbeeld best vluchtelingen overnemen, mondjesmaat, zolang ze het maar christenen zijn. Ja, dat soort selectiemethoden op iemand die een asielverzoek doet en erkend wordt als een echt vluchteling, ja, dat kan niet. Ja, maar kortom, het vluchtelingenvraagstuk zal de komende jaren in de Europese en Nederlandse politiek wel blijven spelen, schat ik zo in. Ja, maar het zou toch fijn zijn als we het... als we het zo groot maken als het werkelijk is. En als je ziet... Je wordt nu overdreven. Ruimschoots overdreven. Kijk, als je op een Grieks eiland woont, dan is het niet overdreven. Ja, zo'n Bethlehemsland, zullen we zeggen. Dan is het niet overdreven. Maar als je kijkt naar... Er zijn in tot aan juni, zeg ik uit mijn hoofd, waren er dit jaar op de zuidkust in Italië, Spanje, 30.000, 40.000 mensen aangekomen. Dat is niet zoveel. Op 500 miljoen. Ja. Oké, mevrouw Sartini, dank u wel voor deze uiteenzetting, beste kijkers. En het is maar dat u dat weet. Hoppa.